Industrieterrein Nieuwegein dicht vanwege asbest. En 6 mannen voor de rechter na seks met minderjarigen. Goedenavond, u kijkt naar U-nieuws. De grote brand in een oud bedrijfspand in Nieuwegein heeft grote gevolgen. Er is een flinke hoeveelheid asbest in de omgeving terechtgekomen. Daardoor is een groot deel van het bedrijventerrein La Grave de hele dag al afgezet. De uitslaande brand sloeg gisteravond om 9:00 uit. En rond 1:00 vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. Maar de problemen zijn nog lang niet voorbij. In Nieuwegein is verslaggever Iris Tasseron. Iris, wat is de actuele situatie? Nou, als je nu kijkt, achter mij is het redelijk rustig. Maar ze zijn nog wel aan het werk om het asbest hierachter nog te verwijderen. Maar het grootste probleem is nu wel, denk ik, het verkeer. Want vanaf hier tot aan de Europalaan, dus die hele windontlaan over de hele gebied, daar is één hele lange file en er zit ook helemaal geen beweging in. Maar naast mij heb ik ook nog Marcel van Westendorp van de brandweer. De laatste stand van zaken. Wat is de laatste stand van zaken? Ja, op dit moment, zoals u al zegt, we zijn druk bezig met schoonmaken. Nou, dat is enorm veel werk. En we zetten alles op alles om de weg hier de N408 helemaal vrij te krijgen. En het doel is om die morgenochtend weer open te krijgen. Of dat gaat lukken, dat zal nog even moeten blijken. Dus vannacht wordt er nog doorgewerkt? Er wordt de hele nacht doorgewerkt om in ieder geval deze verkeersader weer vrij te krijgen. En daarna nog dagen werk aan de zijkanten, zeg maar, de bermen en zo, hè, begreep ik. Nou, als die 408 helemaal vrij is, dan zijn ook de bermen van die straat helemaal vrij. Dan hoeft hij ook niet meer dicht. Dan hebben we nu nog even pijn van het feit dat die weg dicht is. Maar we hoeven niet daarna nog een keer te zeggen van hij gaat alsnog dicht voor de of nog een keer schoonmaken. Dat is dan helemaal klaar. En daarna gaan we ons concentreren op de rest van het gebied. Ja. Nou, eerder vandaag sprak ik ook al Marcel van Westendorp. Toen was het van, nou, misschien aan het einde van de dag. Maar het valt dus kennelijk ook een beetje tegen. Maar dat is dus de laatste stand van zaken. Nog even geduld hebben, Rob. Ja, dat is natuurlijk vervelend. Maar ook voor de ondernemers die de hele dag al niet open kunnen. Wat zeggen zij? Zij zeggen dat ze eigenlijk het moeilijkste wat ze vonden was om die laatste stand van informatie iedere keer te krijgen. Ze deden dat over het algemeen via de websites. En ze vinden zelf dat communicatie wel aanzienlijk beter had gekund. Zelden zal het zo rustig zijn geweest op bedrijventerrein Liesbos La Grave. De meeste bedrijven zijn onbereikbaar omdat alle toegangswegen zijn afgesloten. Gisteravond woedde een grote brand in een leegstaande oude veiling en in de wijde omtrek zijn asbestdeeltjes neergekomen. Door de brand moet ondernemer Bert van Waldeveen maandag noodgedwongen thuiswerken. Zijn leveranciers en chauffeurs kunnen zijn bedrijf in versgoederen onmogelijk bereiken. De financiële schade is enorm. Minimaal 50.000 euro. Dat is een voorzichtige schatting, laat ik het bescheiden zeggen. Ook andere bedrijven, ja, dat loopt, ons bedrijventerrein loopt in de tonnen op een dag, dat weet ik zeker. Dan heb je ook nog een bedrijventerrein tegenover, dat ook afgesloten is. Ja, dat zal hetzelfde verhaal zijn. Ik durf het niet te zeggen hoeveel, maar je praat zo over richting 1 miljoen per dag, denk ik. Daar moet je het echt wel in zoeken. Dat geldt ook voor McDonald's een stukje verderop. Overdag is het hier normaal gesproken een komen en gaan van mensen die even snel wat willen eten. Maar het personeel kan vandaag geen hamburgers bakken. Nee, die zijn allemaal gebeld dat ze thuis kunnen blijven. En we hebben ook nog wat voor de andere vestigingen overgeplaatst. Dus zo komen we de dag even door. Van Waldeveen vindt dat de communicatie vanuit de gemeente Nieuwegein in de richting van de ondernemers tijdens en na de brand niet al te best is. Sterker nog... Ja, die is er niet. Er is geen communicatie. Je wordt verwezen naar een site van de gemeente. En voor de rest niks. En is er onderzoek? Is er asbest gevonden? Hoe lang duurt het onderzoek? Wat is de prognose voor de volgende dag? Moeten we maatregelen nemen? Daar gaat het om, hè? Moeten we maatregelen nemen om de volgende dag toch te kunnen uitleveren? Misschien moeten we een noodlocatie zoeken. We weten het niet. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Cox blijft ondanks de malaise toch een beetje positief. Het is mooi weer, dus wie weet. Ja. Ja, dat dan nog wel. We gaan terug naar Iris in Nieuwegein. Want Iris, inmiddels staat de burgemeester van Nieuwegein ook naast jou. Ja, burgemeester Bakhuis staat naast mij van Nieuwegein. Ondernemers zijn niet helemaal blij met de manier waarop u als gemeente communiceert. Kunt u dat begrijpen?
Nou, ik heb het gehoord en we hebben vanochtend geprobeerd heel veel ondernemers te bellen. Ook terug te bellen, maar dat kon niet allemaal tegelijk. Dus ik heb die signalen gehoord. Ik begrijp ook de boosheid van ondernemers en de schade die ze daardoor kunnen oplopen en alles. Maar ja, zorgvuldigheid en gezondheid gaan wel voor alles. Er ligt hier asbest, gevaarlijk spul. En ja, dat moet zorgvuldig verwijderd worden, ook in het belang van iedereen die hier komt, ook de ondernemers. Maar goed, als je hier om je heen kijkt, er zijn natuurlijk ontzettend veel bedrijven die nu een behoorlijke inkomstenderving hebben, hè, de komende of deze dagen. En dat gaat misschien nog wel enige tijd duren. Ja, we proberen dat zo kort mogelijk te laten zijn. Net ook van de vroeg gehoord dat we met mannenmacht bezig zijn om in ieder geval de doorgaande route schoon te maken. Dat die morgen weer hopelijk in bedrijf genomen kan worden. En dan zijn de gebouwen en de gebieden moeten ook nog allemaal opgeschoond worden. En dat is een enorm werk en dat moet heel zorgvuldig gebeuren. En ik begrijp de economische belangen, maar het gezondheidsbelang en de veiligheid van mensen, ja, daar kan ik ook niet omheen. En ik heb daar wel begrip voor bij die ondernemers. En ik hoop dat ze ons ook begrijpen dat wij niet iedereen tegelijkertijd vanochtend konden informeren. We hebben de Vereniging van Eigenaren gebeld en zo goed mogelijk mensen ook allemaal teruggebeld. Zover ik weet is dat ook allemaal gelukt. Ja, we hebben ons best gedaan. Dit is ook de eerste keer dat u het ziet vandaag, geloof ik, hè? Ik heb het wel gezien en dat ik het hier zie is de eerste keer. En ik moet ook nog bij zeggen, zo groot en zo'n omvangrijk gebied besmet met asbest, dat is nog zelden voorgekomen. Dus het is ook een enorme opgave voor alle betrokkenen om dit op een goede manier tot een goed einde te gaan brengen. Gaat u nog met de ondernemers om tafel zitten? Op dit moment zitten er een aantal ondernemers, heb ik begrepen, op het stadhuis met de wethouder Economische Zaken en een paar medewerkers van mij. Nou, er wordt dus aan gewerkt aan die klachten van de ondernemers. Het grootste probleem is dus op dit moment nog steeds die file. Iris, dank je wel. Werkstraffen tot 240 uur en voorwaardelijke celstraffen. Dat eist het Openbaar Ministerie tegen vier mannen uit Hoogland, Amersfoort, Zeist en Almere. Dat ze seks zouden hebben gehad met een minderjarig meisje. De mannen hadden vanaf 2013 twee jaar lang seks met hetzelfde meisje. En zij was toen 13 jaar oud toen het allemaal begon. Het kwam uit toen het meisje door de politie werd betrapt in de auto van een van de mannen. In haar telefoon werden daarna seksgesprekken met de anderen ontdekt. En ook al gebeurde alles vrijwillig, het is nog altijd strafbaar, zegt het Openbaar Ministerie. Het is gewoon een overtreding als je seks hebt met een meisje onder de 16 jaar. En ook al was de seks vrijwillig van beide kanten, dan nog is het strafbaar. Vanuit de beschermingsgedachte, zoals die ook uit de memorie van toelichting komt. Beschermingsgedachte richting het minderjarige meisje in deze. En een van de verdachten in de zaak is voetballer Isaac K. Hij speelde destijds bij FC Utrecht en inmiddels voetbalt hij bij Cambuur Leeuwarden. Ondernemers in Den Dolder zijn teleurgesteld. Altrecht Aventurijn zou een lijst naar buiten brengen met de straffen van patiënten. Maar doet dat niet, vanwege de privacy. En dus weet het dorp nog niet meer, ondanks een belofte een week geleden. En wie er nog meer in de kliniek zitten naast de verdachte van de moord op Anne Faber is dus onbekend. Op zich vind ik dat jammer dat de privacy van delinquenten boven de veiligheid van mensen gaat. Dat is eigenlijk het grootste probleem. Wat voor mensen zitten hier bij Altrecht Aventurijn? Wie zijn de 80 cliënten? Die vraag wilden ze in Den Dolder graag beantwoord zien. Heel veel inwoners willen toch echt wel graag weten wat voor soort mensen daar zitten. En of die ook echt een bedreiging vormen voor de samenleving. Daar gaat het eigenlijk om. Maar Altrecht brengt dat niet naar buiten vanwege de privacy. Dat lijkt lastiger dan gedacht, zegt een woordvoerder. Ze zijn bang dat je met de informatie over straffen van de cliënten te makkelijk bij de cliënten zelf uit zou kunnen komen. Dus bekijken ze nu wat ze in hoofdlijnen kunnen zeggen over de mensen die in Altrecht Aventurijn zitten. Kijk, en al zouden ze dat bijvoorbeeld maar kenbaar maken aan de burgemeester of aan de gemeenteraad of aan burgemeester en wethouders. Dat zij in ieder geval weten wat er zit en ook meer actie kunnen ondernemen als het dreigt fout eraan. Intussen is er extra beveiliging in het dorp. Maar ook daarover zijn de inwoners niet gerust. Goedemiddag. Hallo. Hoe lang gaat dit duren? Wat gebeurt er daarna? Dat is eigenlijk de grote vraag die het dorp bezighoudt. De gemeente Zeist laat weten dat de extra maatregelen van kracht blijven zolang daar behoefte aan is. En verder is het wachten op antwoorden op die andere vragen via die andere lijst. En die hoopt Altrecht deze week naar buiten te brengen. En de Belangenvereniging Den Dolder heeft de vragen van de inwoners verzameld. Dat zijn er zo'n 60. Die zijn vandaag naar Altrecht verstuurd. En die heeft beloofd ze te beantwoorden. Utrechtse advocaat Jan-Willem Koeleman is om het leven gekomen bij een triathlon in Italië.
De 54-jarige Utrechter werd onwel tijdens het zwemgedeelte en verdronk. Het gebeurde allemaal op Sardinië. Koeleman was bijna 25 jaar advocaat. Hij stond onder meer de nabestaanden van de vliegramp in Faro bij in 1992. Agenten in de regio Utrecht dragen vanaf vandaag deze bodycams. Agenten hebben volgens de politie geregeld te maken met agressie en met geweld. Uit onderzoek zou blijken dat het minder gebeurt als mensen weten dat ze gefilmd worden. De test moet daar meer duidelijkheid over geven. Een hete rijles vanmiddag in Utrecht. Toen deze lesauto op een kruising bij de Amsterdamse Straatweg reed, begon de wagen rare geluiden te maken. De instructeur liet de leerling stoppen, maar al snel kwam de rook onder de motorkap vandaan. Even later sloegen de vlammen eruit. De instructeur en de leerling kwamen met de schrik vrij. Er is nog geen oplossing voor Utrechters met een huis met erfpacht. De gemeente heeft een kortingsregeling voor hen bedacht, maar voor een deel van de erfpachters is dat nog steeds onbetaalbaar. Toen ik in 2005 mijn huis kocht, dacht ik met een betrouwbare gemeente te maken te hebben. Maar ja, dat blijkt nu een echte misvatting. Het is echt ongelooflijk hoe de raad nu deze erfpachters in de kou laat staan. Danilo Seidsma woont in een huis met erfpacht. In Utrecht zijn er 3500 huishoudens die in hetzelfde schuitje zitten als hij. Hij kocht een huis, maar de grond onder en om zijn huis is van de gemeente Utrecht. Daarvoor betaalt hij een soort huur. Maar nu wil de gemeente dat deze groep de grond koopt en dat gaat om hele hoge bedragen. De afkoopsommen die lopen op tot 200.000 euro. Ja, dat zijn bedragen die mensen echt niet kunnen opbrengen. En banken willen dat ook niet financieren. Het huis wordt niks meer waard. Ja, alleen als we niks doen, dan wordt ons huis minder waard. Dus het is echt, het zijn duivelse dilemma's waar we voor gesteld worden. De gemeenteraad wilde de groep Utrechters graag tegemoetkomen en liet de wethouder een soort kortingsregeling bedenken. Dat is heel veel geld, het blijft ook veel geld, maar we vinden het op dit moment een goede en voordelige regeling. Ook omdat het de ruimte biedt om de erfpacht vast te klikken, zodat iedereen, ook de mensen die het geld niet hebben, ervan kan profiteren. Maar Danilo dook in de papieren en kwam er samen met een advocaat achter dat er helemaal niets klopt van de regeling. Dat wat de gemeente nu op de website in hun rekentools verkondigt, dat is echt fout en heel kwalijk. Maakt mensen onnodig bang en zorgt voor slapeloze nachten voor mensen. Danilo hoopt dat de raad het voorstel niet aanneemt en meer onderzoek gaat doen. Maar daar ziet Lars Rodenburg niets in. We zijn al 2 jaar bezig, dus voor heel veel mensen betekent dit al 2 jaar onzekerheid. En daar moeten we echt een eind aan maken. En donderdag dan stemt de gemeenteraad over de nieuwe regeling. En als het voorstel wordt aangenomen, stapt een deel van de erfpachters naar de rechter. Ja, dat je maar 30 km per uur mag rijden in een woonwijk, ja, dat weten we eigenlijk allemaal wel. Toch gaat het nog regelmatig mis en gebeuren er ongelukken omdat mensen veel te hard rijden. De Veilig Verkeer Nederland probeerde mensen in Harmelen daar bewust van te maken. Ook binnen de bebouwde kom moet je je aan de maximumsnelheid houden. Te hard rijden kan grote gevolgen hebben. Als je met 30 door de bebouwde kom rijdt, er steekt een kind over. Je hebt een seconde nodig om na te denken, is 9 meter. Heb je ongeveer 3 meter nodig om tot stilstand te komen. Dan sta je precies voor het kind stil. Doe je datzelfde, maar dan met 50, de situatie is gelijk. Dan heb je 14 meter reactietijd nodig. Dan zit je al op het kind en dan pas begin je te remmen. Dus je raakt een kind met 50 km per uur. Ouders en kinderen zijn onder de indruk van de demonstratie van Veilig Verkeer Nederland. Nou, ik ben eigenlijk wel geschrokken van, ja, als je 50 rijdt, ja, als je dan gaat remmen, hoe lang dat nog duurt voordat je stilstaat. En wat dat dus betekent als er dus ineens een kind oversteekt. Wat hebben jullie geleerd vandaag? Niet dat je niet harder dan 30 km per uur. Of 30. Dat je gewoon 30 of lager mag rijden. Want dat is onder de 50. Veilig. Dat is gewoon, ja. Nou, dat worden vast voorbeeldige bestuurders later. En de kinderen zullen voortaan echt wat beter opletten als ze de straat oversteken. Want zoals deze pion willen ze natuurlijk niet eindigen. Nee, zeker niet. Dan krijgt u tot slot nog het weer. Vanavond en vannacht trekken er veel wolken over en valt er ook wat lichte regen. Het koelt af tot 1 graad of 8. Morgen krijgen we opnieuw een bewolkte dag met ook weer wat regen. En het wordt dan maximaal 13 graden. Tot zover uw nieuws, maar blijf kijken, want na de reclame praten we over 40 jaar brandweer in Breukelen. Gert Kruijs is hier om te praten over FC Utrecht. En de jonge Tom is hier met zijn moeder, want zij hebben samen een boek geschreven. Dat allemaal zometeen na de reclame. Graag tot straks.